Gennepnieuws was vanavond te gast bij Expeditie V. Ron, wat is Expeditie V? Nou, Expeditie V is een proces wat we eigenlijk faciliteren als Gennep doet mee zijnde. Om verenigingen, organisaties, initiatieven te helpen in het realiseren van hun idee. Want we zien dat er heel vaak mensen heel goede ideeën hebben, ook om hun vereniging beter te maken, om hun eigen initiatief beter te maken. Maar dat ze vaak een beetje de feeling missen, oké, hoe ga ik bouwen aan mijn propositie, hoe ga ik bouwen aan mijn idee om het beter te maken, hoe ga ik communiceren. En wij helpen eigenlijk met Expeditie V, we gaan echt op expeditie om het idee beter te maken en uiteindelijk ervoor te zorgen dat ze het kunnen gaan realiseren. En daar hebben we ook nog een soort wedstrijdelement aan gekoppeld, want op het einde mogen al die initiatiefnemers, al die ideeën, hun idee pitchen voor een jury. En dan hebben we een aantal stimuleringsbijdragen, prijzen beschikbaar gesteld om ze alvast een beetje aan te vliegen, te helpen. Kun je ons vertellen wat voor soort ideeën er bestaan? Ja, het is hartstikke leuk. We hebben bijvoorbeeld een basketbalvereniging, de Cougars, die zeggen we willen een sportieve BSO Sportkids willen organiseren. Iemand wil een beweegbos hebben, mensen met een beweegroute. Hij geeft een rondje, hebben we vanavond de revue laten passeren om mensen te helpen meer te gaan bewegen. Maar we hebben ook survival als onderwerp. Mensen, de wijkraad die een ontmoetingsruimte wil hebben. Een vereniging die zoiets heeft van ja, de jeugd, die willen we veel meer betrokken hebben bij de vereniging. We gaan future-proof trainen. Ja, mijn hart gaat daar al sneller van kloppen. En je ziet wat voor energie daarin zit. Dat is gewoon hartstikke leuk om te zien. Ook bijvoorbeeld een sportgala, wat we mensen willen fan worden van de sport in de gemeente Gennep. Ja, dat is leuk om daar mensen verder mee te helpen in hun concepten en hun ideeën. En zo de vereniging ook verder te helpen. En het leuke wat ik in ieder geval vanavond ook gezien heb, is dat heel veel ideeën raakvlak hebben met elkaar. En dat ze ook leren van elkaar. Dus we gaan samen ook nog de ideeën verder brengen. Ja, dat is gewoon hartstikke mooi om te zien. Ja, de verenigingen hebben dus eigenlijk al eerder hun ideeën aangebracht. We hebben een eerste avond om ze te inspireren. Hè. We zeggen eigenlijk wel, verenigingen, organisaties moeten wel vernieuwen, anders gaan ze het spel verliezen. Daar hebben we de mensen mee getriggerd met allerlei voorbeelden, trends en ontwikkelingen. Daarna hebben ze het idee hebben ze dus aan kunnen melden. Zeggen van nou, dit is mijn idee en ik wil heel graag meedoen in een expeditie. Nou, dat zijn 9 ideeën inmiddels geworden die met ons aan de slag gaan. We hebben een eerste avond gehad om echt hun propositie te bouwen. Ja, heel moeilijk woord om te zeggen van ja, dit is mijn idee en dit is het gevoel wat ik erbij wil creëren. En vanavond zijn we echt aan de slag gegaan. Oké, wat is dan het verhaal eromheen? Hè? Want mensen houden van verhalen, houden van goede verhalen. En dat idee, dat ga je vertellen. En in de laatste bijeenkomst, hebben we natuurlijk in de tweede bijeenkomst, hebben we echt gezegd, ja, we gaan van verhaal naar communicatie, wat heb je dan allemaal nodig om het verhaal te vertellen? En de laatste bijeenkomst, die is dadelijk op 1 november, dan gaan we echt concreet aan de slag. Oké, wat heb je dan nodig voor mensen, middelen, ook eventueel geld wat je ervoor beschikbaar hebt. Dan gaan we het heel concreet maken. En het leuke is, we hebben nou aangeboden om alvast het idee wat ze hebben allemaal in een concept te vangen. Dus dat we zeggen van ja, dit is echt het idee, en dan kunnen we ook een beetje een beeldmerk of een payoff. Payoff is ook weer zo'n mooi woord voor te zeggen, ja, dit is echt in 1 zin waar we voor staan. Daar gaan we ze mee helpen en dat bieden ze ook aan. Zodat ze daarna hun verhaal in de laatste pitchavond op 22 november, en daar wil ik iedereen voor uitnodigen, want dat is echt heel leuk om te komen kijken. Dan gaan we op die pitchavond, gaan ze in een paar minuten zeggen, ja, dit is ons idee en daarom denk ik dat dit het beste idee van Gennep is. Ik hoor je net zeggen, er is een jury die gaat ideeën beoordelen. Waar bestaat die jury uit? Ja, we houden het nog even geheim, maar je kan bedenken dat in ieder geval de politiek aanwezig is. Ondernemers, ook het onderwijs willen erin betrekken. Nou, ikzelf zal daar als Gennep doet mee zijnde ook mijn steentje aan bijdragen, omdat ik ook het hele proces gezien heb. En want dat laten we ook in de beoordeling meewegen van hoe enthousiast hebben mensen meegedaan. Hoe hebben ze hun idee al een stuk verder gebracht. En ook de mensen weten op het eind vanavond ook precies waar ze aan toe zijn. Dus we zeggen ook gewoon, dit is de top zoveel. En we hebben wel gezegd, elk idee, dat weten ze zelf nou nog niet, dus dat is leuk om nou te vertellen. Elk idee ontvangt in ieder geval iets van een stimuleringsbijdrage. Alleen, we hebben natuurlijk wel een top 1, 2, 3 en zo verder naar onder toe. Maar we vinden het nou zo mooi, we hebben het nou gezien, we vinden het zo mooi dat iedereen ook echt wel iets verdient. Want je moet niet vergeten, het zijn allemaal vrijwilligers. En die mensen stoppen tijd en energie in hun eigen vereniging, in hun eigen idee. En dat doen we op 3 avonden. Dus ik vind dat wat dat betreft ook al sowieso beloond mag worden. En ja, ik vond het heel leuk. Vanavond hadden wij een bijeenkomst en de man die hier ons voorzag van drank en
en heel goed verzorgd had hier in Milsbeek. Die was oprecht onder de indruk van wat de mensen allemaal deden. Je zag dat hij zelfs geëmotioneerd was door gewoon één avond, we 2,5 uur bij elkaar gezeten, één avond om te zien wat de mensen eigenlijk allemaal aan het doen zijn en met wat voor ideeën ze komen en wat voor energie er is. En daar was hij oprecht geëmotioneerd door. En dat vind ik dan weer mooi om te zien dat we ook anderen daarmee kunnen raken. En dat gaan we op die pitchavond ook wel echt gewoon laten zien. Nu heb ik begrepen dat je jezelf noemt een geluksbrenger, maar ben je niet eigenlijk een gelukszoeker? Nou ja, iedereen zoekt geluk in het leven, maar vanuit Gender Mee is het onze missie, ons verhaal, om ervoor te zorgen dat heel Gender Mee moet kunnen doen. En daarvoor brengen wij gewoon een klein stukje geluk bij alle mensen. Dus elk contact wat ik met iemand wil hebben, dan moet ik een glimlach op het gezicht zien. Dat zie ik nou ook bij jou, dat vind ik mooi om te zien. Een glimlach op het gezicht van de mensen als we ze al een beetje geraakt hebben. En natuurlijk is ons doel meer mensen in beweging brengen, want daarvoor zijn we in het leven. Daar hebben we allerlei beweegcoaches voor actief, zowel bij de senioren, de jeugd, mensen met beperking, ook gewoon voor alle inwoners. Dan vind ik dat wij geluk brengen, want ik sta voor sport en bewegen. En als mensen zich lekker voelen door middel van sport en bewegen, dan voelen ze zich gelukkiger. Dus daarom vind ik dat wij geluk brengen in de gemeente. En iedereen die iets denkt van ja, ik zoek een beetje geluk, kan altijd bij ons terecht. We hebben een eigen website www.gennedoetmee.nl waarop wat informatie te vinden is, wat alle beweegcoaches zijn, wat ze doen. En wij zijn altijd bereid om mensen ook individueel te helpen, maar ook gewoon de vereniging in zijn algemeenheid. Dus die oproep wil ik nog wel graag doen. Als je iets hebt, als je in beweging wil komen, kom gewoon lekker naar ons toe.